Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer hier aan het stokeind in Moergestel op het complex van Roef, waar we gaan kijken naar de tweede wedstrijd tussen Roef en Olympia. Tak, en nu is hij wel weg! En even van Knessel moet er onderdoor! En dan wordt een punt daar, twee punten daar! En een stand-up double voor Marielle Vleugel! Dan ga ik nog eens even kijken of ik daar een herhaling van heb. Dat zal toch wel? Ja, daar gaat hij. Moeilijkheidsraad. Nou. En dat is een lekkere tik daar langs het derde honk. Daar kan Emma Wojcik niks aan doen. En Elizabeth Snow op het eerste honk. En een punt voor Roef. 2-1. Oh, die is weg. En wordt hij gevangen daar door Eva van Knechtsel? Nee, die gaat hem niet vangen. Dat levert twee punten op. En Sarah Edwards, een stand-up double. En twee runs voor Olympia. 4-1. En is hij... Ja, safe. Ik heb de herhaling uit de andere hoek en hij zal zien dat er geen contact met het honk was op het moment dat de bal gevangen werd. Ik ben er bijna van overtuigd. Hier komt de herhaling. Zie je? Stapt over het honk heen. Lopen ze op 1-2. Roef aanzet. En ja, de volgende slagvrouw. Ja, het gelijkmakende punt staat in de box. Sophie Sterdaasdonk. Ja, dat heb ik toch vaker gehoord. Ja, en geen nullen. Precies. Dit is een slag. En daar is hij weer. En waarom nou? Oh, waarom nou? Dit moet toch niet? Dit moet toch naar derde honk, Emma? Zou ik zeggen. Het is 4-2. De spanning is terug. Korte werk. Ik ben even aan het kijken. Ik heb hier de herhaling vanuit de andere positie. Dan kunnen we kijken of dat Emma inderdaad nog in de gelegenheid was om naar dat derde honk te gaan. Daar is Saturday. Foutbal. Die bal komt er op de knuppel. Dat is een fout. Ja, ik kan het hier vandaan niet zien. Ja, dat is een foutbal. Nee, hij kwam dus niet op de knuppel. Jawel. Ja, maar die loper die komt niet terug hoor, dus... Ja, dat is toch gek? Ja, het is toch echt 4-3. Ja, ik heb... Je hebt het niet in de... Nee, dat heeft geen zin, want ik kan dat daar vandaan niet zien. Wat is... Dit kan toch helemaal niet? Dat is toch te gek eigenlijk? Nou ja, laat me stil houden. Ik zie wat reacties in het veld ook van speelsters, dat ik denk van... Dit is echt... Nou ja. Ja, goed, feitelijke beslissing, joh. Daar kan je van alles van vinden, maar dat heeft geen enkele zin. Als de twee scheidsrechters zeggen dat ze het zo gezien hebben, dan is het zo. Amen. Kijk, het is te hopen dat Ilona de lijntjes goed voor elkaar heeft. Tot ze nu de boel op slot gooit. Maar... En die is weg. En die is ver weg. En dat is een vang. En dat wordt een punt daar. Ja, dat is gelijk. 4-4. En 1-0. En dan loopt er op 3. Klap in het buitenveld en het is gebeurd. Ja. Oh, wacht even. 4-5 wordt daar gegeven. Je kan ook de honken vol zetten.
Ja. Kan je ook nog doen. Ja. Isa los. Kan je er ook nog bij zetten hoor. Ik zou het doen. Ja, dat doen ze. En dat gebeurt. Ja, ze zetten de honken vol. Ja, ik vind het volstrekt logisch. Dan loop je de kans dat je in een dubbelspel kan draaien. Dus ja. Dat is donker aan slag. En je hebt een gedwongen lopen over thuis. Ik begrijp dit wel. Ja. Goed, Savies vandaag ook aan slag. 1-0. Bases loaded. Stand van 4-4. Gaat Roef hem eruit slepen of gaan we die tiebreak in? Er is nog maar 1-0, Hans. En er moet slag worden gegooid natuurlijk. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Als je de honken vol zet, kan je je geen 4 wijd permitteren. Nee. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. 1 wijd. En dat is 1-2. Goed, Ilona maakt zich klaar voor de volgende worp. Daar komt die. Oh, die gaat door! Foutbal, wat er gezegd. En nog een slagfout. Daar is hij. Oh, dat is een punt. En dat is de winnaar. Ja! De overwinning voor Roef. 5-4. Einde wedstrijd. Ja, het zat eraan te komen. We zagen het eigenlijk allemaal gebeuren. En ik heb nog even de herhaling van het winnende punt. Ik denk dat we die nog even mee gaan nemen. Goed, stand is nu. Sparks heeft er 4 gewonnen. Die hebben dus 8 punten. Dan heeft Roef nu 4 punten. Net als Olympia dat ook heeft. En Terrasval heeft er 0. Dus de conclusie mag duidelijk zijn. Er moet volgende week worden gewonnen. Dat is een gegeven, mensen. Allemaal weer bedankt voor het kijken. Wij hebben met veel plezier deze uitzendingen voor u gemaakt. Volgende week, zaterdag, zijn we er weer. Ik weet even niet waar. Bij ons thuis. Bij ons thuis. Oké, we spelen volgende week bij Olympia. En dat zal om 2 uur zijn, zaterdag. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot volgende week zaterdag. Tot volgende week.